Radio 1. Radio 1. Friedelsage. Touché. Touché voor de gelegenheid thuis in Steenkerken bij een jarige Willem Vermanderen. Willem Vermanderen, goedemorgen. Goedemorgen. En proficiat, ja. Hè? Ja. Dat is 75 is niet niks, hè? Het is niet niks, maar er zijn oude ventjes van 40 jaar en er zijn jonge mannen van 90. Ik troost me daarmee. Ja. Ben je iemand die verjaardagen viert? Ze hebben mij hier gevierd in het dorp. Ze hebben mij op mijn nest gepakt maandag toen dat het gebeurde, dus 75 jaar geleden. Ja. Ik werd gelokt naar de café. Zijn een paar vrienden, zijn mijn vrouwen, willen u een keer zien. Maar heel Steenkerken zat daar binnen. De burgemeester van Veurne zat daar binnen. Ja. Er was daar een televisieploeg. Er was, wat een uitgelatenheid. Wat een mensen die dan mochten een pint drinken voor niks. En een broodje eten en nog een pint en nog een pint. Wat een feest. En ik zei, dat ging eigenlijk niet om mij. Het is het dorp. Het dorp stond op zijn kop. De school, al de kinderen van de school zijn gekomen. En daar een van mijn liedjes van Klein Bubbelke gezongen. Het was geestig. Dat is het schoonste West-Vlaams woord. Ja. Geestig. Maar zelf had je niks gepland om je verjaardag te vieren? Dat is niet onze gewoonte. We gaan zien wat dat geeft, hè. Dat als vader zei, we gaan niks reguleren, we gaan het even aanzien. Ja. Het was dus een goed gevulde dag. Ik heb zelfs in de voormiddag nog een klein schilderij gemaakt. In afwachting dat ik een rendezvous had in de herberg. Ah. Ja. Je bent geboren op 9 februari 1940. Wat weet jij over jouw eigen geboorte? Wel, ik ga voort op hetgeen dat mijn moeder mij verteld heeft. Ik heb er geen herinneringen aan mijn geboorte. Het moet een beetje spannend geweest zijn, schijnt. Maar eigenlijk komen wij van de Leie voor. Hè. Ik ben geboren in Louwe langs de Leie. Al het leven kwam van de Leie. En wel, er was er een loskaai in het dorp. Een loskaai waar boten aanlegden met steenkool, met bouwmateriaal. En ook de boot met de kindjes. Die kwam van Gent, van Antwerpen, altijd maar stroomopwaarts gevaren. En de moeders moesten daar naartoe naar de Leie. En dan mochten ze dan het juiste kindje eruit kiezen, uit die lange rij die daar lag. En om vader thuis een plezier te doen, haalden ze er eentje uit dat een beetje op vader leek. Versta je? Ja. Dat is het waarachtige verhaal van mijn geboorte. En dat jij je leven ook te danken hebt aan een moord. Ja, dat is een lang verhaal, hoor. In Louwe was er een wagenmaker. Terwijl dat grootvader Alois, de stamvader van onze familie, in Antwerpen was gaan wonen, in Berchem, Antwerpen. Waar hij in een koetsenfabriek meestergast geworden was. Maar grootmoeder was van Kortrijk en ze konden niet gewend worden in Antwerpen. Dat was een andere taal, dat was een andere manier, andere zeden en gebruiken. Dat was veel verder dan Marokko, hé, van Kortrijk naar Antwerpen. Ze kwijnde weg van Heimwee naar haar geboortestreek. Ja, grootvader Alois heeft gezocht om in de streek van Kortrijk iets te vinden. En op dat moment is er daar een stom accident geweest. De Menenstraat, waar de wagenmakerij gelegen was, splitst zich op het einde naar Rekkem en naar Menen. En in die splitsing naar Rekkem toe was er een klein huisje waar een vent bij een vrouw zat die zijn vrouw niet was, versta je? In die tijd, men verdroeg dat niet. Ze gingen gaan scharminkelen s'avonds. Al het gespuis, al de jonge gasten op potten en pannen gaan slaan onder het raam van die mensen die daar in zonde samenleefden, samenhokten. En dat was een kolerieke vent. Die snakt dat venster op. Ik ga je de dood schieten. Wow. Ze lachen ermee. En de avond erop weer hetzelfde. Nog een avond erop weer hetzelfde. En die man had inderdaad een jachtgeweer. En op een avond was hij moe geterfd en boven de hoofden van die meute schiet hij vlak in het hoofd van de wagenmaker die ik was komen kijken. Zijn vrouw had nog gezegd, en blijf hier, laat ze doen, die onnozelaars. Kan ik gaan kijken. Met zijn pijpje in zijn mond steekt hij zijn kop uit en die krijgt dus die kool vlak op zijn hoofd. De grootvader Alois is in Louwe gearriveerd door dat accident. En is mijn vader in Louwe geboren, heeft hij dus daar 25 jaar later mijn moeder ontmoet.
Ik heb dus mijn leven te danken aan een moord. En ondertussen ben je hier al 75 jaar op deze aardbol. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Mezelf omschrijven? Ja, een sukkelaar gelijk iedereen, met af en toe een helder moment. Huh? Dat is dan een liedje, dat is dan een tekening, dat is dan een schilderij. Hoofdzak is, of zeer belangrijk is, dat je die heldere momenten zo lang mogelijk trekt. Hè? Ja. En ze zo snel mogelijk op elkaar laat volgen. Hè? Zodanig dat je leven een en al helderheid wordt. Maar nee, dat is een beetje ambitieus. Ik verlies soms veel tijd met naar die stomme voetbal te kijken, wat ik zo verzot op ben, vooral het Engelse voetbal. Ja, als Manchester United dan scoort en wint, ben dan diep ongelukkig als ze verliezen. En ze hebben dat nogal wat gedaan de voorbije paar jaar. Dat primitieve genoegen. Een beetje de tijd stilzetten. Ah. Ja. Willem Vermaanderen, we gaan de volgende 2 uur de regel van Goethe overtreden. Schepkunstenaar, praat niet. Kunstler, reden niet, schaffe. Ja, natuurlijk. Maar we gaan toch een beetje praten. Ja. Willem Vermaanderen, welkom in Touché. Ja. Radio 1. Friedel Sage. Touché. Ik die geloven in het veer van mijn stoven en het levenslang dagelijks boerenbrood. Soms gooi ik aan tafel een koek of een wafel. Ik ben een armzalige zielenpot. Ja, ik vertrouw er ook het mischouwen, maar ook met een kelder vol wijn en vol bier. Af en toe een pater, veel beter dan water. Laat mij dat simpel dronkenmansplezier. Laat mij dat simpel dronkenmansplezier. Dat ik dromen, dat ik dampen, dat ik stomen. Dat ik vroetel in mijn bedden, dat ik zwem in mijn bad. Dat ik nachten niet slapen, dat ik bangelijk wakker door mijn eigen schuld. Ik was weer al zat, maar ik geloof of liever, ik beloof dat ik anders ga leven. Het is te zeggen nu en dan, spaarzaam en sober, nuchter en proper. Een heel langzaamaan 15 jaar een plan. Een heel langzaamaan 15 jaar. Dat ik zingen, dat ik dansen, dat ik springen. Dat ik eindeloos genieten van ieder moment. Dat ik zat fantaseren, dat ik smotten, dat ik smeren. Dat ik zorgeloos huppel van contentement. Er zijn dagen dat ik treuren, dat ik zagen, dat ik zeuren. Dagen op voorhand verkloot en verknald. Dagen dat ik klaar, dat ik zucht en dat ik zaal. Omdat heel de hemel op mijn neren valt. Omdat heel de hemel op mijn neren valt. Maar ik geloof dat ik mezelf verdoven van kommer en kwelder hakken kapot. Ik zeg dat ik het niet weet, liever alles vergeten. Misschien word ik anders nog stapelzot. Laat mij maar zoeken in mijn brieven en mijn boeken. De denkers en doenders, naar de dichters vooral. En ik tokkel akkoorden en ik speur een woorden. De zinnende zielen van heel het heelal. De zinnende zielen van heel het heelal. Ben ik toch een sukkel, een prutser, een pukkel, een pretentieuze onverde zat. Die al de secreten wil kennen en weten van hemel en van helle, van duivel en van God. Och, geur in mijn stoven, in mijn donkere alkoven, mijn huzaam, mijn erf, mijn bucht en mijn brul. Al mijn rommel, geschuf en geschommel, mijn donkere spelonken, mijn diep roverschool. Mijn donkere spelonken, mijn diep roverschool. Maar voor de rest doe ik plechtig mijn best. En ik zorg dat het rijmt, ik zing het hier en nu. De tederste woorden, de warmste akkoorden. Ik zal dag en nacht zingen, ik zal zingen voor u mijn geliefde die ik soms zo griefde. Ik arme zwerver gejaagd door de wind. Hoor dat ik zweren, ik kom altijd weer. Soms ben ik nog zo'n onnozel kind. Soms ben ik nog zo'n onnozel kind.
daarom dat ik zingen, dat ik dansen, dat ik springen, dat ik eindeloos genieten van ieder moment. Het gebeurt ook soms treuren, soms zagen, soms zeuren, maar op het einde van het lied ben ik altijd content. Het is daarom dat ik zingen, dat ik dansen, dat ik springen, dat ik eindeloos genieten van ieder moment. Het gebeurt ook soms treuren, soms zagen, soms zeuren, maar op het einde van het lied ben ik altijd content. Op het einde van het lied ben ik altijd content. Willem Vermanderen, De Zwerver, komt uit je nieuwe cd, hè? Den Overkant. Zo kunnen we jou ook omschrijven, denk ik, hè? Als een zwerver. Want ik lees in jouw brievenboek dat je toch zeer graag naar de steden trekt. Brussel, Keulen, Berlijn, Parijs, Barcelona. Je hebt ze allemaal bezocht. Dat is wel een beetje over. Ja? Ja, zodanig verslaafd aan mijn werk. Ik kan niet meer weg van huis. Ik moet kunnen werken. Ik moet iets gedaan hebben tegen het avond. Dus. Als beeldhouwer een hele kruiwagen bricoljong gemaakt, afval. Ik ben nu aan het schilderen, dat wel. Het is winter en het licht is aan het terugkeren. Ik ga al echt weer aan de slag. Maar dat zwerven, met dat zingen moet ik misschien genoeg kilometers vreten en in de file gaan zitten. En ook die, intussen weet je het wel, hè? In welk museum dat je moest zijn, in welke boekhandel dat je moest zijn. Was het een vergissing om in Steenkerken te komen wonen? Absoluut niet, integendeel. Nee, dat is een enorme zet geweest. Weg van alles. De zanger moest natuurlijk minstens in Gent gewoond hebben. Dat zou centraal geweest zijn. Hè? Maar het is altijd weer terugkeer naar de woestijn, hè? Na elk concert terugkeer naar huis, naar de woestijn. Ja. Naar het niks. Naar het godvergeten dorp Steenkerken. Ja. Je woont hier in een huis dat hier al 150 jaar staat. Hè? Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? We woonden in Lampernis en we waren aan het uitkijken voor een groter huis. En ook waren twee kindjes en er mocht nog wel eentje bij komen, maar er was geen plaats in dat huisje. Ja. En zo zijn we in Steenkerken geraakt en hebben we nog twee telgen op de wereld kunnen zetten. Ja. En het is een huis dat vol staat, hè? Met dingen, met kaders en met schilderijen, beelden en muziekinstrumenten en boeken. Ja, daar zitten we nu, hè. Is dit de muziekkamer? Ja, meestal, dat is hier de babbelkamer eigenlijk. Ja? Hier op die heilige grond, waar de soldaten in 1418 ook gezeten hebben. Hè. Ja. En met hun tatsen, met ijzer beslagen schoenen, tatsen. Hè. Ja. Hebben ze hier geschuifeld en gedanst en gewreven op de grond. Het is een hele cirkel die uitgesleten is rond de kachel. Ja. Ja. Maar wat zegt het huis over jou? Ja, dat wel genoeg is. Onze Peter zegt, je hebt zeker geen gedacht, vader, moeder, hoe primitief dat je dat woont. En dat is inderdaad zo. Maar het heeft een oerkracht. Het heeft iets tijdeloos, iets van vroeger. Het stond gereed om afgebroken te worden. Het heeft 10 jaar leeg gestaan. Mm-hmm. Toen wij hier in 1974 kwamen wonen, stond het al 10 jaar leeg. Het was helemaal leeggeroofd. Het stond hier niks meer dat enige waarde had. En voilà. Dat en jij is dacht, ik ga er nieuw leven in blazen. Ja. Dat is gelukt, hè? Ja. In jouw brievenboek, Volle Dagen, dat nu net uit is, lees ik dat je jezelf als een bastaard ziet. Zoals je hier in dit huis hebt rondgelopen, terwijl de kinderen bezig waren, heb je heel vaak ook teruggetrokken, hè? Ja, kinderen op de wereld zetten en er eigenlijk het overlaten aan je vrouw om ze intussen was ik gaan zingen. Ik moest een keer optreden en er waren een paar nonnetjes in de zaal. Ik weet niet meer waar dat was. En een van die zusterkes kwam ze: oh, meneer Vermanderen, dat moet bij u thuis toch wel prachtig zijn. S'avonds, ik zie het zo alles. Zit je bij de haard en gij al die gitaar ooit. En je zit met de kinders, met uw kindjes te zingen. Wat is dat toch prachtig. Oh, zuster, zeg ik. Mijn kinderen zeggen, vader, zwijn ik een beetje, zin ik stil, het is juist zo schoon op televisie. Zo, dat romantische beeld. Ja, een van de 4 kinderen, Augustijn, is hier ook beland. Wat denk jij als je leest wat hij daar zelf over heeft geschreven, dat hij zich hier een bastaard heeft gevoeld in dit huis? Ja, ik begreep dat wel. Allee.
sinds een tijdje heeft hij er altijd maar meer over, hè, hoe dat hij er soms vroeger niet was. Hè. Ja, dat zou wel zoiets zijn dat, dat je je vragen bij stelt, maar ondertussen leef je. Dus het gaat door, denk ik dan. In een van de brieven schrijft hij ook: allicht zat het in de genen dat ik geen talent had voor vaderschap. Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Genen, ik heb dat ook wel het gevoel dat, dat we daar wel heel erg door gedetermineerd zijn eigenlijk. In die zin heb ik misschien zelf meer talent als vader, omdat ik misschien wat meer genen van mijn moeder heb geërfd of zo, denk ik. Ja, dat is... Jij schrijft dat, hè, Willem? Ja, maar dat is zo. Ik herken dat zeer goed. En het wordt erger met de jaren, met ouder te worden. Zo voor je werk gaan leven, zo die verschrikkelijke... Ik heb één keer Julien Schoenaerts ermee gebabbeld. Het theater is onze maîtresse die we met al onze krachten moeten dienen, zei hij. Die maîtresse duldt geen concurrentie. Dat is... Hij raakt daarin zonder dat je het beseft. Hè? Zonder dat je het goed en wel beseft. En Chris, onze huishoudster, onze moeder, onze minnares, onze... Die houdt de kaver recht hier, die houdt de kachels brandend, die maakt dat we kunnen eten en drinken en slapen. En, ja, ik maak hier de beelden en de liedjes en al de rest. Dat is Chris. Ah. Ja, ik ben me dat bewust, ja. Luister, ik kan natuurlijk antwoorden op uw vraag met alleen maar dat lied. Waar was ik, mijn kinders, waar was ik naartoe? Zo onnoemelijk veel dagen en nachten. En als ik dan thuis was, zo amper af en toe, zat ik vast in mijn diepste gedachten. Enzovoort, ja. Je moet maar het liedje de plaat kopen. Hè. Ja, ja. Zo ja. Maar je laat in die brieven natuurlijk ook wel heel veel van jezelf zien. Hè. Je stelt je kwetsbaar op. Hè, in een brief. Ja, kijk. Ja. Wat heb ik anders om over te vertellen dan mijn zottigheid en mijn ernst? En, Jules de Korte, de grote Nederlandse chansonnier, blinde man, heb ik goed gekend. Meer dan één keer zijn voorprogramma moeten verzorgen, 45 jaar geleden. Het enige wat je moet doen op het podium, zeg aan de mensen wie je bent. En dat is eigenlijk zo. Hé. In alle fasen van je leven, dat er dan nu een andere vent staat dan 30 jaar geleden, dat is toch logisch. Die andere dingen bezinkt. Augustijn, heb jij ooit brieven gekregen van jouw vader? Niet dat ik weet, nee. Schrijven naar elkaar, nee, dat hebben we nooit gedaan, nee. Ja. Maar ja, toch vind ik, als ik ze nu lees, het zijn brieven naar andere mensen, maar ja, ik heb er ook wel iets aan. Zo, ja, lees je dingen die je nog niet wist? Ja, eigenlijk wel. Het is zo, eigenlijk dat je zegt, het is wel redelijk intiem zo eigenlijk, dat je iets leest dat... Een beetje een dagboek, een beetje... En dan natuurlijk beeld je jezelf in, hoe dat je zelf was in die tijd van dan. En ja, het is wel een ervaring. Like, ja. Ja, eigenlijk zou alle vaders of alle grootvaders wel zo'n boek mogen hebben, denk ik. Zo, hè, om dan om door te geven. Hè. Dus misschien, ja. Willem, ja. Jouw grote voorbeeld als briefschrijver is Gerard Reven. Ja, Reven. Mijn meeste lectuur is toch biografieën en brievenboeken en die reeks van de arbeiderspers, getuigenissen, Imre Kertész en zo. Mensen die over hun leven vertellen. Ik ben geen romanlezer eigenlijk, maar eerder dergelijke dingen. Ik heb nu een fantastische biografie gelezen van Van Gogh. Ja, herkent u zelf daarin een beetje. Ook willen missionaris worden. Hè? En in armoede en soberheid gaan leven. Van Gogh ging er op een plank gaan slapen. Hè? En had juist nog droog brood en een tas thee. Als hij daar in Wallonië hulpdominee ging gaan spelen. Hè? Om dan uiteindelijk bij zijn schilderwerk te arriveren en doen wat dat hij moet doen. Hè? Je kunt je lot niet ontlopen, je moet talenten ontplooien, zalig worden. Ja, ja. Ik was er dikwijls niet als de kinderen mij nodig hadden. Dat is een stil verdriet, een beetje. Ik besef dat nu zelf, als Mozes, kleine Mozes hier is,
waar was ik toen mijn eigen kinderen zo klein waren? Verdomme, heb ik dat nooit beseft? Ik heb daar geen antwoord op. Alleen een beetje weemoed die je overvalt. Ja, ik weet het, ik weet het. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Nobody Knows the Trouble I've Seen, een Negro spiritual van de Golden Gate Quartet. Ja, ja. Hoe schoon is dat, hè, Willem Vermanderen? Ja, ja, dat is mijn ontwaken in de wereld, zou ik zeggen, in onze humaniora-tijd. En er was daar iemand die afkwam met een lang speelplaat van de Golden Gate Quartet. Oh, ik ging door mijn dak, hè. Dat was... dat blijft voor de rest van je leven ook iets... Ondertussen wordt er hier een Rochefort aangebracht. Ja. Het is een schoon uur om eraan te beginnen. Ja. Ja? Is dat zo het aperitiefmoment ten huize Vermanderen hier in Steenkerken? Zo voor het middageten, ja. Dat is, ja. Een goed Rochefortje. De Westfleter is ook niet te versmaden. Maar wat zij dan mee met een bier dat je niet aan kunt geraken? Of dat je in de file moet gaan staan? En dus die Rochefort is heel vlot te krijgen. En die paters moeten ook in leven blijven. Je kijkt hier vanuit het huis naar de kerk van Steenkerken. Hè? Ja. Welke betekenis heeft de kerk nog voor jou? Oei. Dat is onze moeder die ons opgevoed heeft, die ons op de wereld gezet heeft, die kerk van Rome. Ze heeft ons omhelst, ze heeft ons gekoesterd, ze heeft ons zodanig betutteld dat die omhelzing meer en meer op een wurggreep begon te gelijken. En ik heb mij daarvan moeten bevrijden. En ik ben nog altijd dankbaar aan die oude moeder. Ze heeft mij geholpen om mezelf te worden. Alhoewel, ik heb moeten ingrijpen. Ik heb moeten wegvluchten uit dat klooster. Ik dacht ook dat ik pater moest worden. Ja. Lik van Gogh, die dacht dat hij dominee moest worden. Maar op je 13e al ben je naar de paters bij de paters oplaten, in de humaniora in een streng internaat. Het was een soort complot
Dus te zeggen, ik was altijd de eerste in de lagere school. En iedereen zei, Willem, ze moeten kunnen voortleren. Je weet je er zeker niet wat dat kost, zei ons moeder. En zei ons vader, en het is hier al dat werk. De wagenmakerij was daar en in verval toen al, de wagenmakerij. Vader heeft dan moeten overschakelen, dat schrijnwerk. Mijn 2, 3 broers zijn daar ook blijven werken en ik mocht gaan voortleren. Ik werd geronseld, een ronselpater die kwam zoeken naar talentvolle jongens die in sobere, kleine middenstandersgezinnetjes woonden. Dat was dus het gedroomde broeinest, zou ik zeggen, van roepingen. En ik dacht ook dat ik roeping had, maar ben er op tijd mee opgehouden. Ik ben toch van mijn 13e tot mijn 19e in die kloosterschool en dan binnengetreden bij die paters. 4 jaar het lange zwarte kleed gedragen. En, ja. Toen heeft jouw vader ook tranen gelaten, hè? Ja, dat heb ik maar achteraf geweten. Ja? Dingen zeggen was niet de gewente. Wat moest je zeggen aan elkaar? Ik kan mij niks herinneren van mijn vader, dat hij mij onderricht heeft. Het enige wat hij zei toen ik naar het klooster ging, moet geen eerst soldaat zijn. Wil hij zeggen, zijn nog groen, heb nog niks beleefd, heb nog, het zal u ontnuchteren. En wonder boven wonder, het is ook door mijn legerdienst dat mijn frang gevallen is. Ik was dus bij de gezondheidsdienst, brancardier, geestelijke brancardier. Dat was een kazerne in Alst. Al wie pater of pastoor wilde worden, moest soldaat zijn, brancardier, om de gekwetsten die op het slagveld overbleven op te rapen en weg te brengen. Zo'n opleiding kregen we. En het was dan een officier. Zegt Vermander, gij zijt beeldhouwer. Oh, zo, weet gij dat? Ja, hij had dat gehoord van iemand, dat ik aan beelden kappen was. En ik zei, ja, het is jammer dat ik ga een jaar verliezen, dat ik niet kan werken. Wie zegt dat? Hij heeft mij vrijgesteld van militaire dienst om te kunnen werken. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Het was daar een stuk atelier en ik mocht daar werken. En de ander moest manoeuvres gaan doen en ik mocht werken. Ik ga die man eeuwig dankbaar blijven. Daar ben ik beeldhouwer geworden. En ik moest dan na het afzwaaien terug naar het klooster. En dat was dat weer gedaan. Men was daar zeer sceptisch tegenover. Ik versta dat natuurlijk. Hè. Een jonge frater, toekomstige pater, die begint te beeldhouwen. Oei, oei, dat is het rijk der zinnen binnenstappen. Natuurlijk. De vormgevoeligheid, je zult in de kortste keren vrezen ze met een bloot model in uw atelier zitten. Oh, dat kon natuurlijk niet. Past niet bij de gelofte van zuiverheid, en, denk ik. Bijna frank is gevallen, zeggen, ik moet worden wie dat ik moet worden. En ik mocht niet. Ja. Maar langs de andere kant heeft dat klooster mij toch ervan gemaakt dat ik zeer hevig ontdekt heb waarvoor ik op de wereld rondliep. Zeg, en dat is een zegen. Als je dat voor je 30e weet en in de praktijk brengt, dan ben je een gelukkig mens. Ja. En die gelofte van zuiverheid, hoe ja. hebben ze u dat duidelijk gemaakt? Ja, de gelofte van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Ja. Met die armoede en die gehoorzaamheid, dat was ellenlange meditaties en geestelijke lezingen, alle mogelijke nevendomeinen, nevenwegen werden bewandeld. En dan uiteindelijk moest er ook een keer een beetje aandacht besteed worden aan de kuisheid, aan de zuiverheid. Als het gaat over vrouwen en meisjes. Afblijven, zei hij. Het was gedaan. Dat 15 seconden geduurd, de geestelijke lezing over de... Zo schamel, zo schamel. Dat was een droge theoloog, voor wie dat God 2 + 2 = 4, dat was het bewijs dat God bestond. Hè. Dat was een wiskundige theoloog. Ik ben erop afgeketst. De verbeelding was bijna des duivels voor die man. Alleen het weten, de nuchtere kennis, ik ben erop afgeketst. Ik kreeg geen voeding meer en ik ben het afgestapt. Ja. En hoe moeilijk was dat? Want ja, uittreden uit een klooster is denk ik moeilijker dan... intreden, hè? Je mag gerust zijn. Dat is like, in het gevangen van Leuven. Hè. Dat binnen geraken is niet moeilijk, maar dat weer buiten geraken. ik moet dankbaar zijn. En ik ben dankbaar voor het avontuur dat ik beleefd heb. Dat is niet onderschat. Dat je zo 3, 4 jaar van je jong leven probeert te leven voor het absolute. Noem dat God, noem dat... de diepste van jezelf, je diepste talenten, het ontdekken waarvoor dat je op de wereld geboren bent. Dat is evangelie.
de man die een kostbare parel vond. Hij ging naar huis, hij verkocht al wat hij had en hij verwierf die parel. Dat is het Rijk der Hemelen binnenstappen. Dat is niet later als je dood bent. Het Rijk der Hemelen, dat is uw leven nu tot voltooiing brengen, tot volheid brengen. Maar dat uittreden, hoe is dat gegaan? Ah, wel ja. Dat je na weken, maanden twijfel, zegt ik ben hier weg. Ik ga naar huis. We liepen dan al in clergymen rond. Dat kloosterkleed was al... om buiten op straat te lopen, was het al in clergymen. In broek en vest en een gewoon hemd. Ik ben gewoon met autostop naar huis gereden. Geen frang op zak, niks. Gewoon autostop. Zoals we altijd reizen. We mochten 3 keer per jaar eventjes naar huis. Met kerstmis 3 dagen, met Pasen 3 dagen en de grote vakantie 2 weken. En hoe werd daarop gereageerd, dat jij het klooster verliet? Mijn moeder heeft een traantje weggepikt omdat ze zag dat ik afgezien had. Ik was mager geworden zo, en van die twijfel. En mijn vader heeft daar maar geen woord over gerept. En diep in zichzelf content dat dat voorbij was. En ik ben gewoon in dat leven beginnen beelden kappen en intussen nog een agent godsdienstwetenschappen gaan studeren om een diploma te hebben. Nooit eraan gedacht dat ik met kunst mijn brood ging verdienen. Dat stond eigenlijk buiten. Dat had daar niks mee te maken. Ik wilde een job hebben en dan in mijn vrije tijd. Dat is ook zo waanzinnig. Een waanzinnige affaire geweest dat godsdienstleraar worden in een staatsschool. Dat is dan mijn theateropleiding geweest. Versta je? Om lastige klassen 28 uur per week les te geven. Van het ene klasje naar het andere. Jongens, als ik dan terugdenk. Mijn hart tekeert. Maar ik heb er veel aan te danken. Want het was een zware, zware periode. Maar je slaapt nog altijd in kloosters. Hè? Je gaat er zelfs nog oudjaar vieren. Je hebt nog de sleutel van de Salesianen in Sint-Denijs-Westeren. Ja, dat mag niet geweten zijn. Ik heb mijn toevlucht, mijn asiel gevonden. Kijk, ik moet nu dinsdag in Brussel, in Koekelberg, moet ik in de basiliek. Daar in een theater in de basiliek moet ik zingen. Dat wordt een gat in de nacht als ik daar weg kan. Ik blijf in Gent overnachten en dan reed ik weer naar huis. Ja, dat is mijn redding. Je zou nog een paar dagen per jaar wel monnik willen zijn, hè? Als dat zou kunnen. Oh, wel, moest het mogen. En ik ben altijd een beetje jaloers op de monniken van Chevetonje. Die paters leven daar in uiterste adoratie. Dat zijn beschouwende mensen, contemplatieven, die dat genoeg aan hebben aan de eredienst. Ik ben van de aarde, ik moet met mijn handen kunnen werken, ik moet kunnen kappen en slaan en bussen en schilderen en verf uitsmeren. Ik ben te veel van de aarde. Mijn werk is mijn kloosterleven. Mijn werk, mijn isolement, hier in de Westhoek woonde, in een godvergeten dorp. In deze dagen is het nu een beetje druk geweest, het is te gek, maar wees gerust, als het hier winter is, je ziet hier geen kat. Wat doe ik hier in dat godvergeten dorp? En je speelt hier ook nog wel altijd, hè? Zelfs in de kerk van Steenkerken. Ja. Jij doet de kerken nog vollopen. Ja, ik treed veel op in kerken. Ja, absoluut. 20 jaar geleden was dat ondenkbaar, maar meer en meer. Waar zijn de pastoors naartoe? Waar zijn de paters predikanten naartoe? Ik kan mijn lot niet ontlopen. Die jongen die dacht dat hij pater moest worden, is het eigenlijk. Hè? Maar een heel vrijzinnige pater. Dus die al die dingen die ze ons geleerd hebben in onze jongensjaren, herontdek. Ze vragen mij, gelooft gij nog? Dan zeg ik, wat betekent geloven voor u? Maar, het is het gedaan of niet gedaan? Oei. Ik zei eerst al. Ik geloof al lang niet meer in de letterlijkheid van al die verhalen. Al die mythes en die fabels en die lieve neer die daar aan het kruis sterft en 3 dagen later weer levend wordt. De kern van het christendom, de verrijzenis. Ik geloof al lang niet meer in die letterlijkheid. En dat Maria een maagd was en zonder dat er een vent aan te pas kwam, daar een kind op de wereld zet. Maar dat is, achter dat verhaal zit er een schone symboliek. Dat is iets anders, dat moet je herontdekken. De symboliek achter al die dingen. Met mijn 7 kruiswoorden speelden we een lier.
die 7 laatste woorden van Joseph Haydn. Ik doe dus al mijn verhalen, die 7 verhalen, en komt er bij mij een van die muzikanten, een jonge kerel zo. Oh, Van Manderen, ja, zegt hij, ik ben al lang niet meer gelovig, al die flauwekul, maar ik dacht dat ik u vanavond bezig word op chance, en zo heb ik het nog nooit bekeken. Oh, ik heb dus een bekeerd die avond. Allee, of tenminste de weg gewezen, hoe dat het ook zou kunnen, ja. Die 7 laatste woorden Jesu Christi van Joseph Haydn, gespeeld door het Kuikenkwartet, met wie jij samen, Willem Vermanderen, die voorstelling hebt gemaakt. Ja, ja, het is, Sigiswald moest de 7 laatste woorden, die fameuze stuk van Joseph Haydn, en zegt, ik wil dat doen op de oorspronkelijke manier, met een predikant erbij. Willem, dat is iets voor u. Ook zeggen zij, zot, ik ben langs de voordeur de kerk van Rome buiten gestapt. Ik wil niet langs de achterdeur weer binnen. En ik ben beginnen schrijven. En het is allemaal losgekomen. Al schrijvende, het is een lawine die loskomt. Als je tenminste niet met voorbedachte raden schrijft. Als je mocht geen scenario hebben. Het is yoga, schrijf je ergens. Schrijven is yoga. Ja, ja, zo kun je het noemen. We gaan wel zien wat er komt, wat er loskomt. De liefde voor klassieke muziek heb je van jouw vader, hè? Ja, mijn vader was een geweldige muzikant, een klarinetist. Maar toch niet zo evident. Voor die tijd en voor een wagenmaker zou je niet denken dat iemand zoveel liefde voor klassieke muziek heeft. Ah, ja. Die dorpsharmonie sinds Cecilia en Lowe, dat waren geen sakkelaars. We speelden bij de Egmond-ouverture van Beethoven, Finlandia van Sibelius en zo, werken van Peter Benoit. Dat waren fantastische muzikanten. Hè? Je zou denken, muziek, dat is emotie. Maar emotie, dat was er dan weer niet, ten huize Vermanderen.
Ik heb mijn vader nooit een kus zien geven aan mijn moeder. Zeggen dat je elkaar graag ziet, dat was er niet bij. Hoort dat dan zijdelings, dat uw vader geweend heeft als je in het klooster ging. En dat hij zei aan zijn beste kameraad, verdomme, onze Willem zet hem vast. Hij zal dan nooit gelukkig zijn. Hij zal terugkeren en hij zal gebroken zijn. En hij zag tot zijn groot genoegen dat ik niet gebroken was. Integendeel, ik had in alle hevigheid de weg naar mezelf gevonden. Een jaar later hield ik mijn eerste expositie al in Louwe. En dat hij fier was op hetgeen dat ik dan deed, ja. Hij zag het er ook in een verlengstuk van zichzelf natuurlijk. Dat is zo met vaders en kinderen, ja. En hoe kwam dat, denk je, dat er zo weinig fysiek contact ja, was? Ja, hij mocht dat niet te veel tonen, anders ging het slecht aflopen. Ja? Het mag niet te hoog gaan, anders gaat het slecht gaan. Onze moeder had dat ook zeer, zeer sterk. Moei, oei, feesten, oei, dat is gevaarlijk. Dat is het ongeluk afroepen. Het is eigenlijk schoon dat ze is gestorven. Ze was 99,5. Ze zag het gebeuren dat we gingen feest vieren. 100 jaar, het was bijna... En ze is er van onder gemuist. We gingen zotte onkosten doen. Versta je? Zo'n bendig wufke dat dat was. Zo bendig, zo spaarzaam. Zo. Oh. Ja. Maar het tonen van uw affectie is natuurlijk misschien ook iets West-Vlaams. Ja. Ik denk dat dat iets West-Vlaams is. Ja. We zijn wij koppige werkers. Werkers en niet te veel complimenten. Willem, je bent vooral gewaardeerd als muzikant, maar... Diep in je binnenste ben je het liefst van al de beeldhouwer. Hè? Oef, ja. Dat is mijn thuiskomen. Hè. Dat is, maar het feit dat je niet zo bekend bent als beeldhouwer, knaagt dat? Knaagt? Nee, dat mag ik niet zeggen. Dat knaagt. Ben ik geen gelukkige mens dat ik dat die beeldhouwer Vermanderen al heel zijn leven een mecenas heeft. Die zanger Vermanderen. Die een heftruck koopt om zijn beelden op te heffen, die een nieuw stuk atelier bouwt voor hem. Maar had je graag de waardering gehad van je collega kunstenaars? Ik kan natuurlijk dan een beetje in mijn gat gebeten zijn. Je maakt er twee grote beelden, de grootste beelden van je leven, die staan in Nieuwpoort. Geen kat heeft dat gezien van wat pers- of kunstkritiek. Luc Tuymans schildert dan naft van de kop van Jean-Marie de Dekker. En de gazetten zijn daar nu al weken lang. Ze raken daar niet mee effen. Wat een klucht is dat. Maar je mag u daar allemaal niet aan storen. Doe wel en zie niet om. Werkt en uw contentement in het maken van de dingen. In een beeld dat afgeraakt en dat op zijn plek staat, dat geeft u een contentement. En al de rest kan daar niet tegenop. Dat is, je moet dat niet over janken. Ze content, dan godverdamme, dan met uw leven. Vanaf mijn 30e levensjaar ben ik een vrije mens. Zeg, wat is dat? Maar een beeld van Willem in het Middelheimpark. Oh ja, ja. 30, 40 jaar geleden zijn we daar verschillende keer naartoe getrokken. En dat waren de bekroning van mijn leven. Hier een beeld staan heb. Maar ik heb daar intussen alle soorten gekke dingen gezien. Dat voor mij al lang geen referentie meer is. Nee. Er staan beelden hier en daar op een kerkhof. Mensen die iemand verloren hebben, die één keer in hun leven een beeld bestellen. Hoe lelijk dat die kerkhoven ook zijn, het is misschien een van de zinvolste dingen die je als steenkapper kunt doen. Roel Dazen, mijn goede vriend Roel Dazen, zei dat steen is altijd funerair geweest. Het heeft te maken met begraafplekken, stenen oprichten. Het was ook Roel Dazen die me zei, Vermanderen, je hebt succes als zanger, weet je waarom? Omdat je liever beeldhouwer bent. Voilà, daarmee is alles gezegd. Ja. Dat is een boutade, maar zet daar iets van, ja. Ja. En die geweldige stenen ga je vooral in Bourgogne kopen? Bourgogne, mon amour. Dat is zo, ja, dat land, die streek. Helemaal niet zo heel ver. In 4-5 uur rijden, je bent er. Dat glooiende landschap, die schitterende oude abdijen en kerkjes uit... Kerkjes van 1000 jaar oud. De scène waar dat je kunt doorwaden. De vriendschap met mensen al daar. Zumum is Carrara. ja, ik heb nu enkele blokken gekocht. Ben daar geweest. In Toscane is dat, hè? Ben daar geweest 2 jaar geleden met een goede vriend. Voor wie dat ik een beeld gemaakt heb voor zijn gestorven vrouw. In Carrara marmer.
Of dat het sommige is, weet ik niet. Ik heb goede dingen gedaan in onze Arduin, onze Belgische blauwsteen. Misschien de beste beelden, maar ik weet het niet. In die Franse steen heb ik grote dingen gedaan. Ja. Maar om daar te zijn, in Carrara, in die steengroeven, was dat bijzonder? Je moet daar niet te lang blijven rondhangen, maar ze maken dat een verschrikkelijke kitsch. We hebben zo een paar ateliers bezocht waar ze beelden maken voor u. Ja? Als ze zegt, ik moet hier die pint bier die ik voor mij staan heb, bak dat een keer in marmer, 3 meter hoog. Als je dat betaalt, gaan ze dat doen voor u. Vraagde hij een David van Michelangelo van 1,5 meter groot, zou dat maken voor u. Vraagde hij een van 4 meter hoog, zou dat ook maken voor u. Hou dan rap je stenen kopen en maak dat gewijsheid. Terug naar huis, waar je het zelf... Nu is het te koud hè, om te kappen in de stenen hier achter het huis. Ja. Dan schilder je en ben aan het schilderen, ja. Ik ben een kleurenblinde schilder. In de vele betekenissen van het woord, zou ik zeggen. Letterlijk, hè? Voor een stuk kleurenblind. Groen, rood, bruin, al die nuances daartussen. Ik zie ze wel, maar ik kan ze niet noemen. Ik ben nog gestraft geweest in de kleuterklas. Als ik er nu aan terugdenk, was... En we moesten het rode krijtje nemen, dat bij het bord lag. En ik vond het niet. En de zuster, daar, dat is geen rood. Hoe, dat is geen rood? Rood voor mij, dat was bloed, dat was rood. Hè? En ik moest in de hoek gaan staan, omdat ik het rood krijtje niet gevonden had. Maar intussen weet ik al lang dat Gauguin zijn bomen in het blauw schilderde. En dat Lucebert, de grote dichter, ook grote schilder, kleurenblind. Maar die heeft schone, prachtige, zeer kolorieke dingen gemaakt. Waarom zou ik niet mogen schilderen, zeg mij dan een keer. En wel, ik ben ermee bezig. Die kleuren, oh, wat een ontdekking, een herontdekking. Ik heb vroeger nog geschilderd en nu ben ik volop bezig. Sangalai,
komba sangalaye tuli mweto mikamba gado wa sangalaye sangalaye mikom mikomba utwachanga usangala mikamba gado wa sangalaye sangalaye mikom mikomba nebisumbo bya bana mikamba gado wa sangalaye sangalaye mikom mikomba bya bande mu bya ya mama mikamba gado wa sangalaye sangalaye mikom wabana twai changa sangalaye mikamba gado wa sangalaye sangalaye mikom Wabana sangalaye turi mwetu mikamba gado sangalaye sangalaye mikom Wabana sangalaye turi mwetu mikamba gado sangalaye sangalaye mikom Le pays van jouw Congolese vrienden, hè, Willem Vermanderen, Sangalai, waar je zo vaak mee gespeeld hebt. Ja, wat een avontuur hebben we beleefd. Sam Brusselaars, Congolese Brusselaars, van die jonge gastjes die er geboren zijn. Hè. In de Chiluba zingen ze. Ze zijn heel schoon gekleed met hun bonte weefsels. Zo. En, we hebben elkaar leren kennen in Brussel. Ik weet niet meer juist hoe dat begonnen is. En een keer in de Ancien Belgique een optreden samen. En we zijn mee op tournee getrokken. Een kerstprogramma. Ik heb hier ondertussen in jouw huis al even naar de boeken zitten kijken. Aha. Je hebt het werk van Guido Gezelle gelezen, hè? Ja, Gezelle heb ik natuurlijk... zelfs het proza van Gezelle vind ik kostelijk. Hij heeft natuurlijk veel dingen geschreven, gelegenheidsversen voor pastoors die ingehuldigd werden in de dorpen. Hij viel altijd op zijn pootje. Ik kon het altijd doen rijmen. Maar zijn echt grote gedichten, hè, zijn echt grote gedichten zijn toch onsterfelijk. Dat is... Daar val ik regelmatig op terug, ja. Ja. En ook de grote klassieken, hè? Die probeer je toch ook allemaal te lezen. Marques is natuurlijk je absolute favoriet. Dat wil zeggen, de 100 jaar eenzaamheid. Ja, hè? Dat heeft hij eigenlijk speciaal voor mij geschreven. Je wist dat misschien niet, maar dat heeft hij speciaal voor mij geschreven. Met heel mijn religieuze achtergrond, met die kennis van die bijbelse hezen. Dat is daar zo opgeënt. Ja. Remedios de Schone, die zodanig mooi was... Dat niet meer te doen was, vooral de mannen die daar haar zagen voorbij lopen. Dat meisje was zo mooi. Het was een kwelling. Ze is dus op een dag met ziel en lichaam ten hemel opgenomen geweest. Hè. En dat was de beste oplossing. Ik lees dat, ik blijf dat herlezen. Ik heb 100 jaar eenzaamheid 5 keer gelezen, alstublieft. Mm. En ik ga het nog lezen. Films bekijk je ook graag meer dan één keer. Hè? Zeker als het van Federico Fellini is. Natuurlijk. Bergman, ja. Fellini, Tarkovsky. Maar Fellini is Amarcord bijvoorbeeld. Zijn jeugdherinneringen, dat is grandioos. Er zitten daar momenten in dat je er niet goed van bent. Ja? Het is daar een passage waar hij met zijn vader en zijn moeder dus... In zijn jonge jaren. Ze gaan hun onkel gaan bezoeken in een krankzinnige gesticht. Ze gaan hen ophalen, want ze gaan een keer een dagje op het platteland gaan doorbrengen. Een keer een zondag, een prachtige zondag in de zon. En ze gaan onderweg, en die ziet er goed uit en ze zijn content. En onderweg moeten ze een keer stoppen. Dan met de paarden, een koets en een koppelpaard. Nee. Ze rijden door dat idyllische landschap in Italië ergens. Stop, want onkel moet pipi doen. Ja. En ze gaan dus allemaal ervan profiteren om ook een pipi te doen. En in één keer ziet hij dat onkel gewoon, daar staat te pissen, met zijn broek aan, gewoon. Hij pist dus in zijn broek. De eerste teken dat het gaat slecht aflopen. He. De suggestie dat dat vredige tafereel niet gaat blijven duren. Enfin, dat droogt in de zon een beetje en weer, ze zijn weer weg. En dan eten ze daar op een oude boerderij. En het is na de middag. De oude vader doet een dutje. En de jongens gaan een beetje in het veld gaan lopen. En in één keer horen ze een onkel. Hij is in een boom gekropen. Hij is hoog in een boom gekropen. En dan roept hij. Yo, volo, una donna. Ik moet een vrouw hebben. Ik wil een keer een vrouw. Tja. En zo lacht hij een breuk met die situatie. En ze willen hem uit in een boom halen en die blijft maar roepen. En op een duur wordt dat zo intriest, zo aangrijpend, ontroerend, droevig, zo meelijwekkend. Wat een artiest die Fellini, die dat in een paar minuten tijd kan zo doen overslaan. Dat zijn van die passages dat je niet vergeet en die je altijd weer opnieuw wilt bekijken. Hoe heeft hij dat gedaan?
dat is het kunstenaarschap, hè. Ah. Ja.